hele goede morgen. Ik ben weer thuis. Jullie willen niet weten hoe happy ik ben dat ik weer thuis ben. Ik heb mijn huis gemist. Ik heb mijn eten gemist. Ik heb mijn leven gemist. En 10 dagen Turkije was voor mij gewoon veel te lang. Ik kan ook echt geen Turks eten meer zien. We zijn eigenlijk gisteren aangekomen en we hebben het gewoon heel chill aangedaan. We hebben gewoon eigenlijk gewoon de hele dag gechilled. We hebben onze kat opgehaald bij Honey. Zo blij dat ik Dinar en Lira weer thuis heb. Ik heb ze echt zo erg gemist. Ik ben gewoon echt happy dat ik thuis ben. Het is trouwens best wel fris in Nederland. Had ik niet verwacht. Ik kwam eraan met een kort broekje. Maar het was echt heel erg fris. Ik heb gisteren ook echt een dikke pyjama aangedaan tijdens het slapen. Zoals je ziet, ik heb me opgemaakt. Want ik moet even zo een samenwerking filmen voor Naked. Ik heb een paar heel leuke artikelen van hen ontvangen. En die ga ik zo promoten op Instastory. Zo moet ik even snel van kleren wisselen. En ik wil het jullie eigenlijk allemaal wel laten zien. Want ik hem al heb ontvangen. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel lullig. Want ik mag dus een kortingscode aan mijn volgers geven vandaag. Maar die is maar een dag geldig. Dus dan hebben jullie er eigenlijk helemaal niks aan als jullie deze vlog zien. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel weer lullig. Maar misschien dat ik het ook wel laat zien. Ik ga het in ieder geval nu wel snel opnemen. Want ik heb hierna ook een afspraak. Dan haal ik het perfect op tijd. Hi baby. Ik heb jou gemist. Ik heb jou gemist in mijn vlogs. Mijn schatje. Je bent nog dikker geworden, hè? Ik heb jou gemist. Hi, Lira. Hi, Lira. Kom eens, mama. Kom eens, liefie. Ik heb jou gemist. Zo grappig, Lira is een beetje aangekomen. Ik ga jullie gewoon even laten zien wat ik heb uitgekozen. Ik heb dit blouseje uitgekozen. Super schattig. En dit blouseje. Dit is het heel fijn. Ik heb een korte broekje uitgekozen. Die zal ik eigenlijk meenemen op vakantie. Ik heb deze bodysuit uitgekozen. Gewoon fijn. Heel simpel. Pas bij alles. Ik heb deze trui met een rits uitgekozen. Die vind ik echt heel gaaf. Ik moet hem wel echt strijken. Het kan echt niet. En dit topje. Was ook voor vakantie eigenlijk bedoeld. En mijn lievelingsitem. Deze leren broek. En deze is echt heel warm. Hij is lekker gevuld. Het is echt mijn favoriete item voor de herfst. Verder heb ik deze schoenen uitgekozen. Ik vind ze echt vet. Zo, ik heb het eerste topje aan. Ik had hier eigenlijk zo'n strapless BH eronder. Maar dat was echt niet zo heel erg mooi. Want ik zag in het midden gewoon nog mijn BH zitten. Dus ik heb het eigenlijk zonder BH gedragen. Maar ik zal zo nooit naar buiten gaan. Dat zeg ik wel heel erg eerlijk. Want ja, ik krijg het heel snel koud. Ik zweet me echt op dood van al het omkleden. Maar het is een van mijn favos. En dat is deze trui met zo'n ritssluiting hier. Ik vind deze echt heel erg fijn ook. Chill. Hallo, ik ben aangekomen op een bestemming. Veel te vroeg. Ik moet even wachten. Ik heb zo'n afspraak met Emine voor misschien iets leuks. Maar dat moeten we even nog samen bespreken. Ik moet even een kwartiertje wachten. Dan heb ik eigenlijk nog nu de tijd om mijn Insta-stories te plaatsen, want die heb ik nog niet geplaatst. Ik heb er nog geen tijd voor gehad. Dus dan ga ik gewoon lekker rustig aan in mijn auto doen. Voor de rest, echt waar, dit soort outfits zijn echt nu zo erg mijn favoriet. Niet normaal. Het is gewoon super lekker. Je voelt je gewoon lekker, je loopt er lekker in. En het ziet er eigenlijk wel gewoon goed uit. I love it. Vandaag trouwens echt afspreken bij een gezonde tentje. Waar ik lekker kan eten, maar ook lekker gezond. En ja, ik wist echt even niet meer waar ik moest eten. Dus heb ik een oproep gedaan op Instagram van, kennen jullie nog lekkere eettentjes? En toen kwam ik bij deze uit. Oh, echt kut. Er is een ongeluk gebeurd onderweg. Ze staat nou in de file. Ze staat nu in de file. En nu moet ik een uur wachten. Oh, ik kan echt niet wachten. Oké, meer rustig blijven. Eerst wat ik kan doen is gewoon het tentje ingaan. Ik had trouwens over een gezonde eettentje. Ik ben nu bij een eettentje dat Mecca heet. En dan schrijf je M-E-C-C-A. En die is in Rotterdam. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze daar wat lekkers hebben. Een beetje rad en men zit een beetje vast in het verkeer. Er is een ongeluk gebeurd en ze heeft 1,5 uur vertraging. Dus ik denk dat we de afspraak naar een andere dag gaan verplaatsen. Ik ga even Nessie opzoeken. Hij is nu bij de kapper. Misschien we nog even samen wat kunnen eten. Want ik weiger hem nu naar huis te gaan. Ik ben maar naar de Mac gereden om even een koffertje hier te halen. Ze is er zo met 40 minuten. Dus ik wou op zich best wel wachten.
Zo grappig. Ik heb hier echt zo'n leuke medewerker. Ik ben nu bij McDonald's Rotterdam West. Echt super leuke medewerker. Maar die herkende mij. Die zei van, die zei tegen mij, vandaag geen grote cappuccino. Want ik heb vandaag een kleine besteld. Dat vond ik wel schattig. Ik heb net echt perfect file geparkeerd voor het tentje. Dus ik ben echt blij, want het was echt nergens parkeerplek. Mijn haar is echt weer zo blond geworden door de zon. Ik baal er echt van. Want ik vond het net een mooie kleur hebben. Gewoon zo mooi donker. Maar ik vind het nu weer te licht. En ik ben niet van plan om het weer te gaan verven. Tot mijn verjaardag. Dus ik moet er nog wel even een paar maandjes mee lopen. Maar ik baal er wel van. Want ik hou echt niet meer zo van die blonde tinten in mijn haar. Ik hou wel echt van donker nu. Ik hou niet van zwart haar of zo. Dat niet. Maar ik vind gewoon bruin... Gewoon mooie bruine tinten vind ik eigenlijk wel mooi. Vooral de kleur die Dina altijd bij mij doet. Maar dit vind ik net iets te licht of zo. Dus wij zitten nu bij Madame. En ik heb vlees besteld met auberginepuree en tomatensaus. We hebben een theetje, ayran met munt. Oh, salade. Dankjewel. En wat heb jij besteld? Zo, ik ben net weer thuis. Ik ga even snel mijn pyjama aandoen. En dan ga ik lekker op de bank liggen. Nessie is nu even richting Hoorn. Ik heb daarvoor gesproken met een paar vrienden. Volgens mij voor schrijverskamp of zo. Maar ik ga gewoon lekker thuis eventjes pyjama aandoen. Lekker series kijken. Heb ik lang niet gedaan. En ja, lekker op de bank zitten. Toen ik de katten ging ophalen bij Honey. En zei ze tegen mij dat ik niet bruin was geworden. Maar ik zie het echt wel. Ik ben echt wel bruin geworden, jongens. Ik snap wel het vergeleken met anderen dat het misschien niet heel erg... Oh, nou. Vergeleken met anderen dat ik niet zo heel erg bruin word. Maar ik vind het best wel oké voor mezelf. Voor mijn doen, zeg maar. Maar ik merk ook wel dat ik op vakantie zeg maar niet echt meer zon. Ik doe daar echt niet moeite voor. Terwijl ik vroeger, toen lag ik gewoon echt een paar uur lang in de zon. Gewoon puur om bruin te worden. En nu ben ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik ga gewoon lekker op vakantie. Ga ik eventjes zwemmen. Ga ik eventjes eten. Maar niet dat ik echt gewoon een paar uur in de zon ga liggen. Dat vind ik gewoon ook helemaal niet zo leuk om te doen. Dus dat doe ik het ook niet. Maar toch wel bruin geworden. Maar ik denk dat ik het meest bruin ben geworden van de Jeep Safari. Want je dan heel dat zo in de auto zit. Wat ik ga doen. Ik ga een heerlijke, hele lange douche nemen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Jammer genoeg is mijn batterij op van mijn mobiel. Anders had ik gewoon even een vlog gekeken onder de douche. Nee, ik ga even lekker douchen en mezelf opfrissen. Het fijne aan deze oorbellen is dat ik lekker mee kan douchen zonder me zorgen te maken. Echt chill. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik ga even alle kleren hier opruimen. Die ik vandaag heb gebruikt voor de shoplog voor Naked. En daarna ga ik denk ik even een salade voor mezelf maken. Ik moet eigenlijk nog mijn koffer opruimen, dus ik dat even. Maar ik heb er echt geen zin in vandaag. Ik denk dat ik dat even morgen ga doen en gelijk ook alle wasjes ga draaien. Want dat is zwaar nodig. Ik heb een heerlijke avocado salade gemaakt. Met zout, peper, een beetje azijn. Ik heb er smaak op gedaan. Eentje uit Irak. En ik heb hier chiazaad op gedaan. En ik heb hier lekker fruit. Oh, ik heb het echt zo gemist. En even serieus, geen grap. Ik heb hier bio tomaten en komkommers en avocado's. En die smaken echt zoveel beter dan in Turkije. Die waren echt smakeloos. Dan heb ik het over de komkommer en tomaten. Want avocado's hadden ze niet. En dat mis ik zo erg dat ik nu een hele avocado op ga eten. Goedemorgen. Deze hongerige kat heeft net eten gegeten. Of net gekregen. Ze heeft mijn komkommer gestolen. Zat eraan te knabbelen. Toen kwam ze op bed bij ons. Het brok ze helemaal een komkommer. Vies peuk. Nou, een hele goede morgen. Ik begin mijn vlog nu pas. Wij zijn inmiddels in Amsterdam. Ik wou zeggen onderweg naar Amsterdam. Maar we zijn er al. We gaan even langs Puma vandaag. En daarna gaan we langs Real Hair. Real Hair Online. En Nessie gaat mee. Gaat stuk. Hij gaat het verschrikkelijk vinden. Hij vroeg aan mij van, ja, wat voor afspraak heb je dan? Ik zeg, ja, gewoon een afspraak. Hij zegt, nee, wat voor afspraak? Ik zeg, nee, voor mijn haar. Hij zegt, gadverdamme, ga je weer een pruik doen? Maar ik ga niet een pruik doen, ik ga iets anders doen. Maar dat zie je dan later wel. Maar we gaan eerst even langs Puma. Ik had niet eens tijd om mijn haren te doen, want Nessie had best wel vroeg een afspraak al. Nee, je bent gewoon te laat uit bed gegaan. En toen had ik nog maar een kwartiertje, dus dat is even afgekomen. Niet leuk. Oh, we zijn weer in Nederland, hè? Ja, we zijn weer in Nederland. Zo blij. Ik ben ook echt blij dat ik in Nederland ben. Ik heb mijn bril op doen. Het is best wel veel licht hier.
Vind je mijn bril trouwens deze? Ja, mooi man. Vind je deze mooier of die in een kleine Ray-Ban? Die kleinere. Echt? Denk ik. Trouwens, ik kreeg een paar vragen welke model dit is. Het is de Marshall of zo. Je hebt hem in twee kleuren. Dit is de blauwe, maar ik weet niet waarom die blauw heet. Wij zijn nu bij de showroom van Puma. Echt heel veel vette dingen hier. En we hebben heel veel leuke dingen gekregen. Laat je schoenen eens zien, is toch? Ja. Lekker aan het volgen. We zijn net klaar bij Puma. En we hebben echt zoveel leuke dingetjes gekregen. Leuk hè? Ja, ik heb echt twee heel mooie schoenen gekregen. Maar dat laat ik jullie allemaal laten zien. We gaan nu even lekker lunchen. En ik wil al heel lang hier lunchen. Het is een eetentje dat de Avocado Show heet. En ze serveren bijna alles gewoon met avocado. Dus aangezien we lekker gezond bezig zijn, wou ik daar vandaag, ja, wou ik daar vandaag echt naartoe gaan. Ik heb wel gekke honger, man. Ik ook. Dat mag, man. Dus, maar is het een vegetarische plek? Dat weet ik eigenlijk niet. Of doen ze zeg maar ook kip of zo? Volgens mij wel. Oh, weet ik niet zeker hoor, maar je kan er wel lekker eten, dat weet ik wel. Daar volgens mij zelfs avocado-ijs, gewoon allemaal gekke dingen met avocado. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ze serveert het ook echt heel erg mooi, zo Instagram. Mooi. Instagram, ja. Nu op hun pagina, kijk dan. Ze hebben zelfs een avocado cheesecake. Echt? Ja, I can't. Zo mooi. Ze hebben echt vette dingen. Kijk even, wat is dit? Cold pizza. Ziet er wel gek uit. Kijk hier, avocado ijs. We zijn er, het ziet er echt geparkeerd uit. Je moet hier wachten tot je gegroet wordt. Jongens, het ziet er goed uit. Ik heb lekker twee eitjes met avocado spinazie. Heerlijk. Ik ga dit niet eten helaas, maar het ziet er echt zo goed uit. En Nesme heeft een doosje. En we hebben avocado friet met truffel mayonaise. Heerlijk. We hebben echt net heerlijk gegeten daar. We hebben avocado frietjes gehaald. Die waren ook echt super lekker met truffel mayonaise. En ik had ook echt lekker eieren met avocado en spinazie. Super gezond. En Nesem's tosti vond hij ook echt super. Niet tosti, maar toast. Vond hij ook echt super lekker. Dus echt een aanrader. Gerechten zijn nou ongeveer 15 euro per gerecht. Dus het valt wel mee, want je krijgt echt super veel avocado. Vond je het lekker? Hoe leuk dat je aan de telefoon was, man. Een vibraatje? Oh. Een vibraatje? Oh, wacht even. Vond je het lekker? Ja, man. Dat is echt goed. Wat vond je het lekkerst? Voilà, die friet was lekker, mijn broodje kip was lekker, alles was lekker. Alles was wel gewoon lekker. Alleen die drinken was. Ja, maar, hij had een smoothie met avocado, dat was niet echt per se. Hij was wel lekker, maar hij mocht iets meer erin, zeg maar. Heet, een beetje kleine glas, man. Ik heb nu een blonde pruik op. Ik ga helemaal stuk. Het is echt zo anders. Ik moet hier echt aan wennen. Ik vind het echt heel erg mooi bij mij. Vooral met deze zandkleuren, zeg maar, als outfit. Maar ik moet hier echt aan wennen. Kom hier. Ik ben net klaar bij Real Hair Online. Wat vond jij ervan? Wat vond ik ervan? Mensen, ik vind het echt verschrikkelijk als ik andere dingen ga doen. Maar ik heb heel veel dingen gepast. Ik vond het echt grappig. Ik heb heel veel pruiken gepast. Maar ik ben er eigenlijk naartoe gegaan voor een ponytail. Want ik heb een ponytail besteld. Dus ze gaan het nu op maat maken voor mij. En dan haal ik hem volgende week op. Het stond echt heel erg mooi. Ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. Maar het is echt even wat anders. Leuk alweer. Nessie vindt het verschrikkelijk. Maar dat is Nessie. We zijn ongeveer 2 uurtjes thuis. Nu hebben we heel erg trek gekregen. Jullie gaan het niet geloven. Maar ik ga gewoon pasta maken met scampi's. Toen we thuis waren gekomen waren we al bij een slaap gevallen. Dus ik zie er nu zo uit. We hadden gewoon heel erg veel zin in pasta met scampi's. En ik heb nog zalm, dus dat ga ik ook gewoon even verwerken. Ja? Waarom vertel het niet zo goed gaat? Zo heel overdreven. Wat heb je gezegd dan? Dat we pasta gaan eten. Oh, lekker. Dat eigenlijk niet de bedoeling was. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, hè? Maar we gaan het toch doen, hè? En waarom? Because we hebben scheid.